welkom bij Topnames. Te gast is Sjaak Vink. Sjaak, je bent van My Tomorrows. Yes. Wat is My Tomorrows? My Tomorrows is de eerste independent marktplaats voor de meest innovatieve medicijnen ter wereld. Er is nog niemand die dat doet wat wij doen. Ter wereld? Ter wereld. Er is nog niemand in de wereld die dit doet. Wij proberen de meest innovatieve medicijnen die er maar te vinden zijn voor ernstige ziekten. Dus moet je even denken aan kanker, aan ALS, spierziekte, of MS of Parkinson, Alzheimer. Of sommige van de, zoals ze noemen, orphan diseases, Duchenne of dergelijke. Daar proberen we, overal in de wereld, proberen we met ons team de nieuwste, meest innovatieve treatments die hoopgevend zijn, die goede resultaten laten zien in eerste klinische studies, die proberen we te vinden. En dan proberen we die beschikbaar te maken via de marktplaats die we hebben gecreëerd. Waarom zijn we dat gaan doen? Dat zijn bijna altijd medicijnen die via de officiële kanalen gewoon nog niet verkrijgbaar zijn. Dat duurt vaak lang. Nee, die zijn nog nergens even verkrijgbaar. Even uit te leggen, dat duurt lang. Ja die zijn nog nergens verkrijgbaar. Daar wordt in die periode wordt daar heel veel mee getest en hebben ze proefpersonen nodig. En jullie proberen eigenlijk te bemiddelen tussen de mensen die wel proefpersoon willen zijn. Ja. Vaak als een laatste hoop. Nee, of helemaal fout. Nee, helemaal fout. Nee? Okay. Nee. Je hebt sowieso, maar ik snap dat je dat denkt. De periode van het idee voor een bepaald medicijn tot aan vandaag. Nu is 2014. Dat wat er vandaag op de markt komt, dat is in 1999 bedacht. Dus de periode is ongeveer 15 jaar, heeft McKinsey becijferd wereldwijd, gemiddeld genomen. Nou, die 15 jaar, daarin zitten verschillende fasen. En in de eerste pakweg 7 jaar, dan loop je door eerst preklinische studiefasen en daarna klinische studiefasen. En daar hebben ze allemaal proefpersonen nodig inderdaad. En dan worden ze stapje voor stapje, krijgen ze zicht op de safety en krijgen ze zicht op of het daadwerkelijk dat wat het in theorie zou moeten doen. Ik heb het bedacht, ik ben Einstein en ik heb het bedacht op een bord en daarna heb ik het in computermodellen. En daarna preklinisch heb ik het, et cetera. En dan op een gegeven moment zie ik of dat bij mensen ook daadwerkelijk zo is. En dan ga je iedere keer van fase naar fase. Nou, na pakweg 7 jaar is een duidelijk beeld van de safety en van ze noemen dat efficacy, hè, dus van de werkzaamheid. En de 7 jaar die daarna nog eens een keertje volgt, 7 of 8 jaar, daarin worden vervolgklinische studies nog weer gedaan, maar die gaan over exacte dose finding, over welk deel van de doelgroep exact wel. En je slaat aan omdat jij vindt dat in die laatste fase mensen geen proefpersonen meer zijn, maar... Nee, want die klinische studiefasen waarin mensen proefpersonen zijn, die moeten dan nog steeds doorlopen. Precies. Maar dat zijn iedere keer maar heel kleine groepjes. Wij maken gebruik van wetgeving die heet compassionate use wetgeving. En daarin is de persoon niet een proefpersoon, maar wordt vanuit compassie aan zo'n persoon als patiënt, kan die proberen dat medicijn te krijgen. Ja, nou goed. Dus in de klinische studie staat de kennis ontwikkelen op het gebied van dat medicijn centraal. Terwijl in de compassionate use, daarom heet het ook compassie, is het compassie voor de patiënt. Dus daar staat juist de patiënt centraal. En is het middel slechts een middel en niet meer dan dat. Ja, nou goed. Laten we zeggen dat de proefpersoon zit in de klinische studie. Ja, je hebt de proefpersoon in de klinische studie. Jullie zeggen, we hebben ook mensen die willen het ook gebruiken. Want dat is misschien hun laatste mogelijkheid. Ja, jullie bemiddelen ertussen. Ja, en mind you... Als je alleen Nederland inzoomend, dan zijn er op jaarbasis ongeveer 100.000 mensen die uitbehandeld zijn. Ja. Dus die geen mogelijkheden meer hebben. Die gewoon door alle normale behandelingen heen zijn gegaan en die dan niet aanslaan of niet voldoende aanslaan. En dan komen ze op een gegeven moment met lege handen te staan. Nou, ook weer een McKinsey heeft becijferd dat uiteindelijk maar pakweg 10% van die 100.000 die komen in aanmerking voor een klinische studie. Want mensen voor een klinische studie worden heel streng geselecteerd. En weet ik wel, je bent boven de 50 al snel te oud. En als je, weet ik veel, ALS, als je dat langer hebt dan 2 jaar, zelfs al ben je nog maar 29. En zelfs al gaat het relatief goed met je. Als je het langer hebt dan 2 jaar, kom je niet meer in een klinische studie. Dus 90.000 mensen alleen al in Nederland worden uitgesloten van die klinische studies. Kunnen daar niet aan deelnemen. En staan dus echt helemaal met lege handen. Nou, en voor die mensen hebben wij die marktplaats gecreëerd. Hey, voor die mensen zeg je, maar wat is de reden dat je het bent gaan doen? Ja, wij heten My Tomorrows. En dat is naar aanleiding van een krantartikel wat in Berlijn is verschenen ooit een keer een paar jaar geleden. En dat ging over een vriend van mij die gediagnosticeerd was met ALS. En die was zelf, want ja, die jongen staat midden in het leven, 37 jaar. Die heeft
Die weet met Google, et cetera, zijn weg te vinden. Die heeft wat centjes. Die is de hele wereld over gaan reizen en gaan zoeken naar mogelijke therapieën die voor hem geschikt zouden zijn. Nou, daarover werd een krantartikel geschreven. En daar werd ook door sommige scientists werd gezegd, ja, maar dat is onverantwoord en zo. En hij zei, ja, what the fuck, jongens. Ik ben 37 jaar, ik heb twee kleine kindjes. En de kop van het artikel, de heading van het artikel was, I just want some more tomorrows. En daarom heten wij My Tomorrow's. Nou, en zoals ik mijn verhaal heb met bijvoorbeeld deze vriend en met een vriendin die met kanker gediagnosticeerd is, een andere vriend die ik halverwege de 30 in een paar maanden tijd verloren ben aan kanker, de moeder van mijn vrouw die jong is overleden aan borstkanker, veel te jong. Nou, en zulke verhalen hebben alle oprichters van My Tomorrow's in feite. Ja, hey, en hoe groot zijn jullie nu? Hoeveel mensen en hoeveel bedrijven vinden elkaar op die marktplaats? Nou ja, we zijn, want je kunt je voorstellen dat die regelgeving daarover, die compassionate use regelgeving, die zit heel ingewikkeld in elkaar. Per land wisselt die, neem ik aan? Ja, die bestaat eigenlijk al heel erg lang, maar die wisselt inderdaad per land. Die is in Nederland totaal anders dan in België en in Duitsland is die ook weer anders en in Frankrijk is die ook weer anders. En in Italië bijvoorbeeld is het zelfs per provincie geregeld, dus verschilt het nog weer per provincie. Dus één grote lappendeken. Waar wij voor hebben gekozen is om stapje voor stapje op te bouwen. Dus we zijn eerst in Benelux begonnen en daar hebben we echt via de Koninklijke Weg, want we vonden het heel erg belangrijk om daarin ook, ja, want we hebben allemaal zelf heel dicht bij patiënten gestaan en sommige van de mensen in ons team zijn zelfs patiënt of patiënt geweest. Dus we vinden het super belangrijk om dat op een heel zorgvuldige manier te doen, echt langs de Koninklijke Weg. In feite bijna hand in hand met de inspectie, met het ministerie, met alle toezichthouders, hebben we ja, dat platform gebouwd, die marktplaats gebouwd, hebben we de patient privacy care goed geborgd, Chinese walls daarin, et cetera, geborgd dat artsen toe kunnen treden, dat gecontroleerd wordt of artsen wel echt big geregistreerde artsen zijn en niet een of andere rare kwiebus die zelf wat denkt te moeten vogelen. Nou, en met dat stuk, daar zijn we in de afgelopen pakkig anderhalf jaar grotendeels mee bezig geweest. En we hebben dus heel stapje voor stapje, hebben we een paar medicijnen hebben we geselecteerd en toegelaten met hele kleine patiëntpopulaties. En nu zijn we sinds een maand of twee, drie zijn we verder aan het uitbouwen. Dus we zijn nu aan het doorpakken naar, nou ja, ik was 3 weken geleden in Istanbul. En we hebben nu ook twee mensen in Turkije ook werken. En we hebben vorige week de eerste goedkeuringen gekregen van de autoriteiten in Istanbul voor de eerste patiënten. Dus de eerste patiënten in Turkije worden nu geholpen. Ik was de week daarna in Parijs. De eerste patiënten in Parijs die beginnen nu het systeem in te komen. Dus in Frankrijk beginnen we nu de eerste patiënten te helpen. Het is internet. Dus, en we waren meteen al Engelstalig beschikbaar. Dus er waren artsen in Canada die contact met ons opnamen en zeiden, hey shit, wij zien dat jullie dat en dat beschikbaar hebben. Dat willen wij hebben voor patiënten. Kunnen jullie dat ook in Canada al beschikbaar maken? Zeggen, ja. We kennen de regelgeving ongeveer bij jullie, Wat ik nou wel heel bijzonder vind, we hebben hier aan tafel heel vaak mensen die met behulp van nieuwe digitale technologieën zoeken naar nieuwe markten. Ja. Zonder internet was wat jullie doen ook totaal niet mogelijk geweest. Relevant. Hoe breng je die mensen bij elkaar? Weet je? Ja. Dat is toch het unieke, denk ik, van het wereldwijde web. Ja. Maar je zei net, wij zijn de eerste wereldwijd die dit doen. Ja. Waarom is niemand anders hiermee begonnen? Dat is een goede vraag. Dat is een beetje dezelfde vraag die ze aan elkaar hebben gesteld nadat ze dat wiel hadden uitgevonden, zeer waarschijnlijk. En dan denk je van shit, waarom hebben we dit niet al 300 jaar eerder of 3000 jaar eerder misschien uitgevonden? Ik heb geen idee. Want wat je eigenlijk doet is, je bundelt natuurlijk de kracht van aan de ene kant communities van lotgenoten. Mensen die elkaar op internet ook weer vinden. Hè, van die ervaringen delen met bepaalde ziektes. En aan de andere kant de farmaceutische industrie die ook belangen hebben bij... Ja, en dan zeg je de farmaceutische industrie. Maar de farmaceutische industrie die is ook heel erg aan het veranderen. Hè? Als je eventjes kijkt naar de afgelopen jaren, en dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk, denk ik. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zie je dat in de afgelopen 5, 6 jaar, of misschien zelfs al de afgelopen 10 jaar zag je die tendens al opkomen. Zie je dat juist bij de kleine bedrijfjes, de kleine biotech-achtige bedrijfjes, kleine farmabedrijfjes, daar zit de creativiteit. Weet je, dat is een klein beetje vergelijkbaar met als jullie naar Silicon Valley gaan. Weet je, dan proef je, als je daar in San Francisco bijvoorbeeld op de airport landt, weet je, en je proeft eigenlijk gelijk een bepaalde vibe. En, nou, en dat zie je eigenlijk bij die biotechbedrijven, die farmabedrijven ook. Ze zijn super creatief, creatieve mensen die totaal out of the box denken.
En daar komen de innovaties eigenlijk vandaan. En wat er nu op dit moment gebeurt is, omdat het proces zo heel erg lang is, die 15 jaar, halverwege dat proces kunnen die kleine bedrijfjes dat vaak niet meer overeind houden. En dan worden ze bijna gedwongen om zich over te laten nemen door Big Pharma. Dus als je even kijkt naar FDA in Amerika, toezichthouder in Amerika, is eigenlijk een beetje leading in de wereld. En die FDA, als je daar kijkt wat vorig jaar de registraties waren van nieuwe innovatieve medicijnen, dan is pakweg 85% is daarvan oorspronkelijk bij die kleine bedrijfjes vandaan. En slechts een pakweg 10 à 15% komt nog bij die Big Pharma zelf vandaan. He, dus de pharma, wat er nu gaat gebeuren, want dat is eigenlijk het meest interessante, is dat die kleine bedrijfjes, die tot nu toe die Big Pharma nodig hadden om uiteindelijk dan na een hele lange weg bij die patiënten terecht te komen. En dan kan je ook je bedenken dat alle winsten die verdwenen in de pockets van de Big Pharma en die kleine bedrijfjes hadden het nakijken die het eigenlijk bedacht hadden. Nu ga je zien dat de kleine bedrijfjes in feite in direct contact komen met patiënten wereldwijd die in nood zijn en hun artsen. En ja, daardoor hopen we ook dat de innovatie gestimuleerd wordt en die kleine bedrijven overeind kunnen blijven. Want dat is veel interessanter natuurlijk. Ja, hoe dus werkt ook hier weer cut out the middleman, zeg je eigenlijk. Wat is in feite internet cut, heel erg is. Het is in feite cutting out the middleman. En de middleman is dan eigenlijk die Big Pharma, die niet meer functioneert als pharmabedrijf, maar die eigenlijk gewoon functioneert als een bank. En dan nog een fucking dure bank ook. Ja. Ja, want dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. En daardoor zijn die Big Pharma bedrijven in de laatste jaren nog zo enorm als je rijk daar dan, gebleven. Als je daar nou over door gaat denken, ja. Dan denken wij ook gelijk van ja, van, je zou zelfs nog veel verder kunnen gaan en zeggen van op het moment dat er de kleine farmaceutische bedrijfjes of biotechbedrijfjes bezig zijn met veelbelovende initiatieven, waarom gaan we dat niet crowdfunden? Als ze al in de financiële problemen komen. Nou, wat je zegt, denk jij ook in die richting? Hè? Ja, nee, absoluut. Sterker nog, de oprichter van Indiegogo, wat jullie kennen, denk ik, Kickstarter. Maar Indiegogo is hier in Europa wat minder bekend. Maar in Amerika natuurlijk ook echt een hele grote jongen. En de oprichter daarvan is een goede vriend van mij. Dus je kunt je voorstellen dat een van de eerste dingen toen we hiermee begonnen was hem ook bellen. En zeggen van, joh, listen, we zijn dat en dat aan het beginnen. En het zou kunnen zijn dat we zometeen jouw tool van de crowdfunding ook nodig hebben bij ons aan verschillende kanten. Ja. En dat is in feite al een beetje aan het gebeuren. Want wat interessant is, daarom maakte ik ook zo expliciet eventjes dat onderscheid tussen klinische studies en de compassionate use, zeg maar, stroming. Die klinische studies moeten sowieso doorlopen. Hè? Ik mag geen, wij als platform mogen aan de toezichthouder hier in Nederland of in België, Frankrijk, waar dan ook, mogen we niet vragen een compassionate use programma, want dat zijn programma's waar per individu wij samen met de arts moeten aanvragen en per individu moet dat goedgekeurd worden. En dat kan alleen maar als er tegelijkertijd ook klinische studies doorlopen, want de doelstelling is om die medicijnen uiteindelijk natuurlijk toch wel in de markt te krijgen. Tuurlijk. Maar goed. Nou, en omdat het individu, dus de individuele patiënt, centraal staat, mag in tegenstelling tot bij klinische studies, dan moet alles gratis zijn voor de patiënt. Maar goed, hè, 50% komt dan ook gewoon op een suikerpilletje, op een placebo. Dus die wordt nog genept ook als je hartstikke ziek bent. Nou, dat is heel fijn. Volgens mij niet, maar goed. Op het moment dat de patiënt centraal staat in het compassionate use, dan mag de originator, dus de producent, die mag er ook een vergoeding voor vragen in de meeste landen. Nou, en dus er komt al first income van die patiënt gaat naar dat bedrijfje toe. En dat is, dus het is in feite crowdfunding vanuit de patiënt die in nood is naar dat bedrijfje wat in financiële nood is. En daardoor helpen ze elkaar. Geef ik je meteen een klein voorbeeldje. We zijn in gesprek met een klein biotech bedrijf en hij heeft een middel voor ovarian cancer. Wat echt hele goede resultaten laat zien. Die zijn inmiddels al verder zelfs dan die 7 jaar. Maar die kunnen toch nog steeds, omdat het niet zo'n heel sexy product is en ze kunnen niet zo heel kunnen ze vrij moeilijk een funding vinden. Dus die krijgen net aan hun funding rond om de volgende fase van klinische studie te kunnen bekostigen, terwijl hun middel eigenlijk maar een paar honderd euro kost. En wij tegenschrijven, ja, listen, wij kennen meiden van 26, 27 jaar die bij ons geregistreerd staan, die ovarian cancer hebben en die hartstikke veel baat zouden hebben bij jullie middel. Die willen echt die 600, 700 euro wel betalen voor dat middel. Weet je, nou, en zo ontstaat dus in feite een crowdfunding-achtige situatie. Ja. Nou, daar hebben we nog aan toegevoegd. Want in sommige landen is het zo dat automatisch, als je compassionate use krijgt, dan wordt het ook vergoed. En in Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze vrijwel het identieke systeem als hier in Nederland. Alleen daar is wettelijk ook geregeld dat het vergoed moet worden. In Nederland is dat bijvoorbeeld niet zo. Dus per verzekeraar kan dat op dit moment nog verschillen. Nou zeggen wij altijd uit van, wij zijn erg voor cut out the middleman. Want dat is de business waar we in zitten. Ja. Nu is het natuurlijk in sommige sectoren ook wel gewoon gevaarlijk. En dat is vaak, ik zeg niet dat het bij jullie zo is. Maar waar sprake is van regulering,
waar je te maken hebt met ongelooflijk belangrijke kwaliteitseisen, ja, aan spullen, ja, aan zaken, ja, veiligheid, ja, noem maar op. Ja. Ja. Begeef je hier ook niet gewoon ontzettend op glad ijs? Ja, nee joh. Weet je, kijk, cutting out the middleman, dat is de middleman die geen toegevoegde waarde heeft. Zeker, ja, maar dat is een farmabedrijf. Dat zijn vaak ook wel de, weet je wel, het zijn ongeregistreerde, ja, geneesmiddelen. Ja, maar wacht eventjes, hè. Ja, dan beginnen we dat verhaal nog een keer. Hoef je niet nog een keer te doen. De regelgeving, nee, ik begin niet nog een keer. De regelgeving, die wordt, daar wordt toezicht op gehouden door de inspectie. En dat is bij het Big Pharma bedrijf zo. En dat is bij deze kleine bedrijven is dat ook zo. Dus de toezicht, dat blijft exact hetzelfde. Daar verandert niets aan. Dus cutting out the middleman is niet cutting out de toezichthouder. De toezichthouder blijft hetzelfde. De regels blijven hetzelfde. Daar wordt heel streng op toegezien. En dus die veiligheid, die komt echt op geen enkele manier meer in het geding dan die je gebruikt regelingen die er zijn om mensen ongeregistreerde geneesmiddelen te kunnen laten gebruiken. Omdat ze denken, ja, er baat bij te hebben. Vanuit de individuele, ja, patiënt geregeleerd. Ja. Ja. Geen discussie over. Tuurlijk, ja, iedereen, ja, wil dat. Ja. Als je doodziek bent. Ja. Maar het is niet voor niks dat het natuurlijk zo geregeld is. Ja, dus als op het moment dat iedereen dat wil, dan kan het ook niet meer. Ja, nou, er is geen reden waarom het niet zou kunnen. De wetgever die zegt niet, want het is simpelweg de wetgeving die wij gebruiken. Dezelfde wetgeving die regelt hoe patiënten, hoe medicijnen goedgekeurd worden. Diezelfde regelgeving regelt ook hoe mensen vanuit compassie medicijnen al sneller kunnen gebruiken. En daar staat niet in die regelgeving van, joh, patiënt nummer 1 tot en met 20, wel, die mogen geïncludeerd worden. En patiënt nummer 21, die heeft pech. Dus wat daar in de boundaries zijn, dat weten wij ook niet. Dat moeten we een beetje gaan ontdekken. Geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Bert de Boer vraagt ten eerste, hoe doe je dan de klinische testen? En ten tweede zegt hij, is medicijnen niet ook heel erg een patentenbusiness? Die laatste vraag. Ja, het is een patentenbusiness. Hè? En het is dus ook, want daar zit ook een van de problemen. Als jij aan het begin van jouw periode van die 15 jaar moet je patent registreren. Dat patent dat heb je dan voor 20 jaar. Dus dat betekent dat als je er 15 jaar om in de markt te komen, dan heb je nog maar 5 jaar om al je investeringen terug te verdienen. Dat is ook de reden waarom die medicijnen zo belachelijk duur zijn. Als je die periode zou weten in te korten, dus grotere efficiëntie in zou bouwen, dan zouden die medicijnen ook, de prijs van medicijnen zou substantieel omlaag kunnen. Dus daar zouden we met z'n allen bij gebaat zijn. Dat is eventjes ding 1. Ding 2, de klinische studies, die moeten nog steeds gewoon doorlopen. En daar blijven wij met onze handen vanaf. Ja, dus die blijven gewoon door de wetenschappers, door zo'n bedrijf, door de academische ziekenhuizen en zo, blijven die gewoon doorlopen. Ja. Dat is gewoon een separate stroom, zeg maar. Ja. Hey, en nog eventjes, als je zegt, we zijn een marktplaats. Hoe ziet die marktplaats zeg maar in de praktijk uit? Ik ben een patiënt, ik heb een ziekte en ik kom op jullie site. Ja. Als je op onze site komt en je hebt bijvoorbeeld, laat ik er nu maar eventjes eentje pakken die actueel is, dikke darmkanker. Dan kun je op onze site zien dat er daarvoor op dit moment 2 immunotherapieën beschikbaar zijn. Laat hem maar even zien, Peter, hoe de site eruit ziet. Ja. My Tomorrow's, ik kom hier, waar zie ik dat dan? Ja, dan kun je bij de Fast Track Treatments. Fast Track Treatment. Kun je zien. Daar staat een hele serie aan ziekten. Je link staat een heel lijstje met. En dan als je op die ziekten kijkt bij colorectal cancer, ik weet niet in welke taal je zit of op Nederlands, dikke darmkanker. Engels. Dan, nou, colorectal cancer. Dan krijg je een overzicht. Kun je zien dat daar een aantal treatments beschikbaar zijn. Nou, daar wordt bepaalde informatie ontsloten die wij ook wettelijk gezien mogen ontsluiten aan patiënten. En dat, wij zijn grote voorstander van optimale transparantie. Dus wij willen zoveel mogelijk ontsluiten. Maar helaas worden we daar nog een klein beetje in beperkt. We knokken daarvoor om dat voor elkaar te krijgen dat we alles mogen ontsluiten. Maar goed. Dan vervolgens wordt je verwezen. Dan vervolgens wordt je verwezen naar je arts. Dus dan moet je terug naar je behandelende arts. Dan ga je met je behandelende arts ga je overleggen van, joh, ik ben bij dat My Tomorrow's geweest en ik heb daar heb gezien dat ze 1 of 2 mogelijkheden, of misschien wel, hè, want wij zijn voor concurrentie ook, dus hoe meer mogelijkheden, hoe liever. En dan kan de arts zich ook registreren, wordt gecontroleerd of die big geregistreerde arts is. En dan worden alle klinische data die we hebben, alles wat er maar beschikbaar is, dat ontsluiten we voor die arts. Hij snapt die data natuurlijk heel erg goed. En hij kent jou als patiënt. Hij kent jouw historie, hij kent jouw conditie. Hij weet al welke therapieën je al hebt gehad. Nou, en dan kan hij op basis daarvan kan hij aan jou adviseren van, joh, ik zie dat treatment nummer 1 en treatment nummer 3, dat zou niet goed voor jou zijn. Want bij de 1, jij hebt al een hoge bloeddruk, weet ik veel. En treatment nummer 2, dus dat
kan met allerlei factoren samen. Maar die nummer twee, die zou interessant voor je kunnen zijn. Nou, als jullie daar dan samen over eens zijn dat die eigenlijk wel interessant voor je is, dan kan je arts namens jou in het systeem zo'n programma aanvragen. Dat programma, dat moeten wij dan vervolgens weer aanvragen bij de inspectie. En zodra er toestemming komt van de inspectie, dan zou het farmabedrijf of het biotechbedrijf kan dat middel leveren aan de... Nou, eerst, dat gaat altijd via de apotheker. Vaak een ziekenhuisapotheker, want het zijn natuurlijk wel ingewikkelde treatments, hè, die vaak ook juist via academische ziekenhuizen en dergelijke worden gedaan. Dus dan gaat naar de ziekenhuisapotheker en vervolgens naar de behandelende arts. En dan gaat de behandelende arts, die gaat jou behandelen. En dan vervolgens vragen wij aan zowel jou als aan jouw behandelende arts om ook data bij te houden. Niet omdat we van mensen proefpersonen maken, maar juist omdat we graag willen dat... Wat is er mis met die proefpersonen? Daar sla je het aan. Nou, dat is, het gaat over woorden, hoor. Maar wat maakt dat nou uit? Ja, oké. Okay, prima. Je doet toch mee, je geeft je data terug wat er met je gebeurt. Nou ja, wat ongeregistreerde medicijnen. Nou ja, wat er belangrijk is... gewoon een proefpersoon. Ja, wat er belangrijk is dat we er met z'n allen weer van kunnen leren. Hè, dus een volgende arts met zijn patiënt kan weer zien dat jij bijvoorbeeld scoort het misschien 7,2. Uiteindelijk. Je vult ernaar. En jouw arts die scoort het misschien een 6,8. En dan is het gemiddelde is een 7. Of misschien is het juist dat het heel matig scoort. Ja. Nou, en dat is heel waardevol. Want als dat slechts één persoon is, dan is het nog niet zo interessant. Maar omdat wij internationaal werken en patiënten werken, nou ja, wat ik al straks zei, ook in Canada en in Turkije en in Frankrijk helpen. Dus langzaam maar zeker kunnen dat steeds grotere patiëntengroepen worden. Ja, en dan toch, wordt het toch jullie hebben dat onlangs gelanceerd. Vanuit de individuele patiënt die doodziek is geredeneerd, denk ik dat iedereen dit snapt. Ja. En toch valt de halve medische wereld over jullie heen. Ja. Strohalmgeneeskunde, je drijft de prijzen van de medicijnen op, et cetera, et cetera. Tal van argumenten. Ja. Schrik je daarvan? Nou, eigenlijk niet. Want kijk, wat je moet beseffen is dat de medische wereld die over ons heen valt... Kijk, sowieso is de Nederlandse medische wereld is een van de meest conservatieve ter wereld. Hè. Als ik eventjes kijk naar hoe het in Frankrijk gaat, hoe het in Turkije gaat, hoe het in Canada gaat... dan is dat echt, hoe het in België of Duitsland gaat, substantieel anders. Dus wij waren daar wel een klein beetje voor gewaarschuwd. Daarnaast is het zo dat je moet beseffen dat de academische ziekenhuizen hebben een ontzettend belangrijke inkomstenstroom van de klinische studies. Dus een klinische studie die zij lopen, daar zit gemiddeld genomen zitten daar pakweg 10 tot 20 patiënten in. En per patiënt krijgen ze al gauw vangen zij een pakweg €10.000 of zo. Dus dat zijn hele belangrijke inkomstenstromen van hen. Ja, zij zijn wellicht bang dat die inkomstenstromen in gevaar komen. Ik denk dat dat niet zo is, want ik denk dat die klinische studies gewoon noodzakelijk zullen blijven ook in de toekomst. Maar ik denk dat daar een deel van de angst in zit, van het schrikken. En ik denk dat er ook een stuk angst in zit. Kijk, ik neem eventjes begin februari, toen hebben wij die twee immunotherapieën aangekondigd. Nou, en dan zien wij meteen op onze website dat er echt duizenden mensen op bezoek komen. Dat honderden patiënten zich registreren. Dat uiteindelijk een pakweg 200 patiënten echt midden in die, zeg maar, in die targetgroep zitten. En we weten dan van patiënten dat die letterlijk met krantartikelen uitgeknipt en dergelijke naar een oncoloog gaan. En dan schrikt die oncoloog. Want ja, dan zien ze ineens, hè, ze praten al 20 jaar over patient empowerment. Maar zolang je er op seminars over kunt praten, blijft het wel lekker safe, ver van je weg. Ja. Als het ineens in je spreekkamer is, dan wordt het ineens heel erg confronterend. En nu zijn jullie nog echt wel die marktplaats. Hè? Gaan jullie die community nog meer, de community aspecten nog meer vormgeven? Nou ja, dat gebeurt. Ja, dat ligt eraan of dat nodig is. Als het nodig is en als het een doel dient, dan zeker. Maar tegelijkertijd, wij zijn al heel erg gelinkt met... ik weet niet of je Patients Like Me kent, bijvoorbeeld in Amerika. Ja. Nou, Jamie Haywood, de oprichter daarvan, is inmiddels een goede vriend van mij geworden. En weet je, daar werken we veel mee samen. Er zijn andere platforms en ook hier in Nederland, weet ik, kanker.nl en dergelijke. Hè, daar hebben we nu, is dat allemaal nog even lastig, want het is allemaal even onwennig en zo. Maar het liefste... Er zijn al veel communities, zeg je. Ja, weet je, we sluiten het liefste bij hen aan en werken met hen samen, et cetera. Alleen daar waar dat niet kan, zie je dat via een Facebook of via een Twitter of dergelijke, de mensen elkaar toch wel weten te vinden. Ja, en dat is wel echt het mooie van deze tijd, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Ja, hey, jij zei eigenlijk net al, evident dat degene die zwaar ziek is dit wil. Evident dat degene die het gemaakt heeft het wil. Maar dus heel belangrijk is het nu voor die patiënten dat ze hun, hun medische,
hun arts, et cetera. Zij moeten die overtuiging doen. Is dat een grote bottleneck? Nou ja, dat kan een bottleneck zijn. Waarbij tegelijkertijd gezegd is dat wij zien nu al dat via Facebook, via Twitter, dat patiënten ook elkaar informeren over, joh, wil jouw arts niet meewerken? Nou, mijn arts zit in dat en dat ziekenhuis en die wil wel meewerken, hoor. Dus anders moet je daarvoor een secretopie. Weet je, mensen laten zich niet meer betuttelen. Mensen laten zich niet meer ringelhoren. En ze vinden die arts, wij vinden die arts als een dienstverlener, als een adviseur, die jou ook kent en die ervoor gestudeerd heeft en die er verstand van heeft, vinden we hartstikke belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk gaat het over jouw leven en moet je zelf daarin ook gewoon het heft in eigen handen durven nemen. Nogmaals, ik denk dat iedereen dat begrijpt en ik denk dat we ook niet op alle kritiekpunten uitgebreid in hoeven te gaan. Wat ik nog wel een interessante vond, is je wordt er ook eigenlijk Het commerciële model bij jullie wordt ook onder de loep genomen. Want je bent geen ideële organisatie. Nee. Je kunt natuurlijk wel vertellen dat je het allemaal voor de patiënten doet, maar je hebt ook gewoon een sound business model eronder. Absoluut. Er wordt ook gezegd, je vraagt een kostendekkend bedrag voor het bemiddelen. Ja. Maar daarnaast krijg jij royalties van de bedrijven waar je mee in zee gaat. Ja, maakt dat jou niet gewoon partijdig en waardoor je er belang bij hebt om die medicijnen in grote hoeveelheden zo snel mogelijk op de markt te krijgen? Nee, want zolang dat traject loopt van dat medicijnen nog niet officieel zijn goedgekeurd, hebben wij dus alleen maar die kostendekkende afhandelingsvergoeding. En daar verdienen we dus niks aan. Dat dekt alleen maar de kosten van onze operatie en van logistiek, et cetera. Ja. Welk medicijn uiteindelijk? Maar je bedenkt dan 1-5% van de winst van de bedrijven waar je mee in zee gaat? Nee, van de bedrijven die uiteindelijk toestemming krijgen om in de markt te gaan. Dus alleen als een medicijn zo goed is, zowel in de klinische studie als... Want wat er gaat ontstaan is dat je ook een real-life data stroom gaat krijgen. En dat is wat de toezichthouders en inspecties en de ministeries zo interessant vinden. Die zijn daar heel erg blij mee. Want die gaan nu in plaats van alleen maar die heel streng geselecteerde kleine groepjes vanuit klinische studies, gaan ze ineens grote groepen patiënten, gaan ze ook data overkrijgen. Maar snap jij het verwijt dat je door je aan die zijde met je businessmodel te scharen, dat mensen zeggen van jij hebt er alle belang bij, gewoon vanuit je businessmodel, dat noemen ze de chain of safety van die medicijnen, dat fatsoenlijk allemaal uitgetest wordt. Ja. Je hebt er alle belang bij om dat overweg te krijgen, dat alles zo snel mogelijk de markt op komt. Nee, ik heb er alle belang bij dat er goede medicijnen op de markt komen. Want als er goede medicijnen op de markt komen, dan worden dat succesvolle medicijnen. En succesvolle medicijnen. En hoe sneller, hoe meer je verdient. Ja. Nee, niet hoe sneller, hoe beter. Want kijk, uiteindelijk zijn het natuurlijk de artsen en de toezichthouders die bepalen of een medicijn überhaupt op de markt komt en of het ook überhaupt vergoed gaat worden. En uiteindelijk zijn het de artsen die bepalen of ze dan de medicijnen ook gaan helpen of gaan gebruiken. En alleen maar als een medicijn heel waardevol is en echt toegevoegde waarde levert ten opzichte van dat wat er op dit moment beschikbaar is, dan gaat het veel gebruikt worden. En als het veel gebruikt gaat worden, dan kan die royalty interessant worden. Op het moment dat het wel op de markt komt, wel goedgekeurd zou worden, los van of een inspectie dat al doet of niet, want die laat zich niet neppen, daar zitten natuurlijk hele intelligente mensen. Maar stel dat dat zou gebeuren en er is dan geen arts die het wil gebruiken omdat het gewoon rotzooi is, dan is een royalty van nul is nul. Dus dan levert het niks op. Dus het gaat er echt om. We hebben echt geprobeerd om ons businessmodel. We hebben er bewust voor gekozen om wel inderdaad een businessmodel en niet een foundation te zijn. Waarom eigenlijk? Want je hebt allemaal mensen in huis, dat zeg je ook. Ja. De drive is, jullie kennen allemaal mensen die doodziek zijn. Ja, en tegelijkertijd zijn wij binnen ons team zijn we allemaal of ondernemers, of artsen, of wetenschappers. En hebben we zelf in ieder geval de ambitie om iets heel groots neer te zetten. En denken wij dat dat alleen maar... Ik geloof heel erg dat ondernemende mensen de wereld kunnen veranderen. En mijn eigen ervaring is in ieder geval dat daar waar... foundations hebben altijd hele goede bedoelingen. Daar waar ik daaraan meegewerkt heb, heb ik uiteindelijk te veel initiatieven zien stranden. En daarom hebben wij ervoor gekozen om een businessmodel te genereren wat zelfsupporting kan worden, wat zelfsterk kan zijn. Die independentie waar ik het daar straks over had, die vinden wij superbelangrijk. Weet je, moet je voorstellen dat wij op een gegeven moment afhankelijk zouden worden van één grote farmaceut of zo. Weet je, dan hebben we eigenlijk geen waarde meer, want dan zijn we eigenlijk gewoon een verlengstuk van een farmabedrijf. Wij willen echt die independent rol pakken. Nou, en daarvoor moeten we sterk zijn. Hey, Nederland is begonnen. Eerder kwam ook een vraagje van, even kijken, Jan-Willem Eshuis. Die zei privacy en de regelgeving. Maakt dat jouw idee ook niet ontzettend ingewikkeld?
Begin je in elk land weer opnieuw? Ja, privacy care is in Europa behoorlijk goed geregeld inmiddels. En is vergelijkbaar met Amerika. Dus we hebben Europa als maatstaf genomen. En binnen Europa en Nederland weer als maatstaf. Omdat dat toch wel behoorlijk in de richting gaat van de meest strenge regelgeving. Mm. En daarmee kunnen we eigenlijk vrijwel alle wetgeving coveren. Maar het is inderdaad wel een serieus issue geweest. Ja. Wat is je het meest tegengevallen? Wat is ons meest tegengevallen? Ja, dat is een hele... Ik denk dat het meest is tegengevallen. Ik voel mezelf heel erg een global citizen, zeg maar. Ik moest net nog eventjes lachen dat iemand uit Berlijn kennelijk ook aan het kijken is. Ik heb zelf ook een tijdje in Berlijn gezeten. Ik hou ontzettend van die stad. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de Nederlanders toch uiteindelijk hele vooruitstrevende mensen waren. Hè? Dat liedje van, 15 miljoen mensen op dat kleine stuk jaar. Ja. En dan gaat het over, hè, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. En die laten zich niet betuttelen. En zo. Dat is de Nederlander die ik zie. Weet je, zo voel ik mij dan. Ja. En wat mij denk ik het meest is tegengevallen is de in eerste instantie toch heel erg conservatieve houding van veel mensen binnen het Nederlandse systeem. Gelukkig daarin uitzonderingen, juist de toezichthouders en het ministerie en de minister. En daar ben ik heel erg blij mee, want weet je, de minister en de inspectie, en die hebben allemaal door dat systeem, dat is vele jaren geleden gemaakt. En dat systeem en de industrie hebben elkaar in de hout gegrepen en komen daar niet uit. En dat moet doorbroken worden. En ze hebben door van, ja, weet je, als het niet van die inside out doorbroken kan worden. Nou, misschien kan dan zo'n buitenstaander die totaal vanaf de zijkant komt. Misschien is dat wel de oplossing. Nou, ik vind dat een interessant initiatief. We gaan het volgen. Ja, het is super interessant. Bedankt dat je het wilde vertellen. We gaan het absoluut volgen. Ja, heel enthousiaste reacties ook. We gaan zo nog even door met wat vragen. Leuk. Goed, dus jij bedankt. En bekijk ook de site verder, want daar staat alle uitleg. Iedere dinsdagavond zijn wij er. Volgende week dinsdag dus ook weer. En bekijk alle afleveringen in ons archief. Zowel op fastmovingtargets.nl als via YouTube. Dankjewel. Dag.